kreeg een portefeuille die zo op mijn lijf geschreven was, dat ik uiteindelijk ook geen nee meer kon zeggen. En... Had u ook voor een andere portefeuille ja gezegd? Stel Defensie of bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken? Nee, ik heb wel gezegd van het moet echt iets zijn wat bij me past. En er waren best wel portefeuilles die ook wel bij me gepast zouden hebben, maar deze... Dit is eigenlijk helemaal de jas, zeg maar, die me past. En vooral het onderwijs. Ik had er zelfs niet eens aan gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Dat heb ik niet eens toegelaten. Maar als ze me gevraagd hadden van tevoren, schrijf eens op papier, welke zou je willen hebben? Ja. Geldt voor het onderwijs, maar geldt ook voor de media. Dan had ik dat opgeschreven.